Het is de TOS met Jos en VVV TV. Maar we gaan het ook hebben over ADO. We gaan het hebben over Heerenveen. Want ook die zijn belangrijk voor behoud in de Eredivisie. Dit is de TOS met Jos. Funs, de apps vlogen ons om de oren. Iedereen was op een andere plek aan het kijken. Maar godsamme, het was me. Alles zat erin tegen RKC. Ja. Alles zat erin. En de drie puntjes zaten er ook in. Ja, die zaten maar er ja, zeker in. Ja, goed, dat is teleurstellend. Lucas, teleurstellend resultaat. Maar ik laat het gewoon vooral even hebben over de goede dingen die we ja, wel wat, hebben wat gezien. Nemen we zaten, mee? Wat nemen we mee? Nou ja, drie uitstekende doelpunten. Een weergaloze Vito. Ja, ongelooflijk, hè? En spirit ja. In die ploeg, ja, Lucas. Ja, ja, ik zag eindelijk weer eens een ploeg die er alles aan deed ja. Om een resultaat te halen. En laat zelfs gedurende de wedstrijd waarbij het kantelt, ja, je komt voor heel snel. Je komt eigenlijk relatief snel weer achter. En dan voor rust maak je nog de 2-2. Dan maak je zelfs de 3-2. Ja, alles zat erin. Veerkracht getoond. En dat vind ik wel echt heel positief. Ja, dus ja, dat, ja, ja, ja. Dat is gewoon goed. Waar ik dan wel eventjes de vinger op wil leggen, die tegendoelpunten die we krijgen. Zo, die eerste twee. Hey, als ik zoveel ruimte krijg op middenveld, hè, dan kan ik zelfs op mijn 37e met een kapotte knie een balletje mijn buitenkantje geven, zo hoor. Want, ja, hoe kogelvrij stonden ze ja, allemaal. Ja, dat was inderdaad. Hey, die andere tegengoals waren niet helemaal lekker. Nee. Ik vond het geen overtreding, dus een terechte doelpunt. Ja, en de Pinanti. Weet je, ik ga Giacomakis. Je mag nooit hopen dat er gefloten wordt voor een overtreding. Dus hij altijd maximaal gaan. Bal gewoon wegperen. Altijd maximaal gaan. En die penalty van Giacomakis. Ik neem Giacomakis met 25 doelpunten. In seizoen helemaal niks. Maar hij had, dit kan is een natuurlijke beweging. Dit is een natuurlijke beweging. Ja. Iedereen zegt, joh, de harten van hem te blijven waren er even gewoon. Weet je wat? Als hij van die eerste bal afgebleven was, had hij ook geen 1-0. Nee, daarom. En Giacomakis kan voor mij helemaal niks fout doen. Nee, die kan mij niet fout doen inderdaad. Ja. Lucas, één puntje is te weinig. En dus ja. Staan we er nog altijd niet al te goed voor. Nee. ADO wint ineens. Ja, out of the blue. Dat slaat helemaal nergens op. Nee. Emmen verliest, gelukkig, ja. Met een weergaloze Rob. Ik bedoel, ik vind het overdreven om te roepen, hemelt mij nog het ja, EK. Ja, ik vind het wel. Nee, man, ja, ik vind dat Robben direct weer mee moet naar het EK. Nee. Gewoon, die man die brengt toch wat extra's, wat meer. En je mag nu drie extra spelers meenemen. Ja, dus waarom zou je Robben niet meenemen? Dan zou ik Robben niet meenemen. Hoorde je ook wat Robben zei na afloop van die wedstrijd? Zegt hij, ja, er kwam net nog iemand toe. Kan ik nog wat voor je brengen? Ja, zegt hij, een rolstoel. Hij kon gewoon eigenlijk niet meer staan. Nou, hij kon niet meer staan, maar hij kon wel nog op het fietsje naar huis. En dat vind ik ook alweer het mooie aan Robben. Maar goed. We zijn opportunisten, hè, Funs. Nu zijn we fan van deze twee, hè. Heerenveen moet winnen van Emmen. Ja, sowieso, dat is logisch. Heerenveen moet winnen van Emmen. Maar dan hebben we ADO Willem 2. ADO staat één punt onder ons. Willem 2 staat ietsjes boven ons. Ja. Wint Willem 2 van ADO. Daar kunnen wij Willem 2 niet meer bijhalen. Ja, maar dan is ADO ook weg van ons. Kijk, wil je voor plek 15 nog gaan, dan moet ADO winnen. Met ADO. Wil je voor plek en wil je ADO weghouden? ADO weg is, dan moeten we hem 2 winnen. Ja, en een gelijkspel schieten we helemaal niks meer op. Het is één groot rekengebeuren. Reken jij nog op Heerenveen? Dat die winnen van Emmen? Ja, weet je, ik weet het ook niet. Ze spelen niet meer ergens voor en zo. Het hoeft allemaal niet meer. Je krijgt de grote wat als, hè? Je krijgt de grote wat als. Want als Heerenveen niet wint, dan moet in één keer ADO winnen. Want anders als Willem 2 ook wint, noem het maar allemaal. Wat als, Lucas, wij moeten gewoon zorgen dat we 2 keer een resultaatje gaan halen. Zo simpel is het. En het liefste een resultaatje in de arena. Waarom niet revanche pakken voor die 13-0 die we hier leden? Ja. Het kan. Alles kan. Alles kan. Nou ja, laten we eens even kijken wat de trainer ervan denkt. Ja. Lucas heeft daar echt verstand van. Ja. Trainer, voordat we het over komende week gaan hebben, even over afgelopen speelronde. Na 3 minuten denk je, die is voor ons die wedstrijd. Nou ja, dus dat dan nog een lange weg te gaan. Maar ik dacht zelf na de 3-2, nou, het zal nu wel in de goede richting gaan voor ons. Maar ja, kregen we toch nog 6 of 7 minuten voor tijd die gelijk maken binnen. En dat was natuurlijk heel pijnlijk, want ik geloof dat we zeker die overwinning verdiend hadden. Ook gezien de kansen die we in de tweede helft nog uitgespeeld hebben. Ja. 3 hele goede goalen. Ja. En we hadden een paar goede aanvallen erbij. Ik zeg, als we onze kansen hadden kunnen benutten, dan hadden we die wedstrijd eerder op slot kunnen gooien. Maar goed, het is gekomen hoe het is gekomen en dat was heel erg jammer. Spelers zijn diep gegaan. De wedstrijd komt al heel snel tegen Ajax. De standaardvraag, is iedereen aan boord? Ja, dat hoop ik. We hebben nog morgen nog een dag. Vandaag zag je nog dat ze vermoeid waren. Ja. En ook mentaal speelt dat natuurlijk mee, denk ik. Iedereen heeft toch alles gegeven wat hij in zich had. En dan krijg je niet die gewenste 3 punten. Dus gisteren hebben ze een vrije dag gehad. Maar je zag vandaag dat ze nog echt niet klaar waren voor donderdag. Maar ik hoop dat ze morgen weer
die focus hebben en ja, dat geloof hebben dat je misschien voor een grote stunt kunt zorgen. Ja, een Houdini-act wordt die genoemd. Heb jij muntje, Frans? Zeker. Voor wie spelen we? We spelen voor Schraar en Lia Colin. Dat zijn de opa en oma van Noutje, die een paar weken geleden in de uitzending... Familieuitzending. Ja, uiteraard. Ze appte me. En ik heb Romano Kanters. Die heeft een vraag over eventueel of Jos ook de hele dag zit te rekenen. Jij speelt voor Colin, ja, ik speel voor Kanters. Ajax. Muntje. Komt-ie, hè? Ik pak munt. Jij pakt munt. Dus, kop, laatst. Het is de familie Colin. Wat hebben ze voor vragen? Ze wilden weten of je nou nog overwogen hebt om misschien een jeugdelftal naar Ajax te sturen. Omdat ja, je gaat daar eigenlijk niet naartoe voor de punten. En het is belangrijk om iedereen fit te houden. Nou ja, we moeten wel voor punten gaan. Dat maar dat moet je zeggen, Jos. Jullie weten hoe de situatie is. Dus we hebben niet meer een eigen hand. Ja. Maar je moet wel met de intentie donderdag naar Ajax gaan. Dat je probeert daar, al is het een punt... Maar het liefst natuurlijk 3. Maar ik weet ook dat het een sensationele stunt zou zijn. Maar ja, ik denk toch dat je daarvoor moet gaan. En anders dan is het alleen maar ja, een soort bijzaak dat je die wedstrijd nog moet spelen. Ja. Voor dat je er eigenlijk geen geloof in hebt. Ja, de trainer heeft er gewoon wel vertrouwen in, hè, dat we resultaatje gaan pakken in de arena. Goed, buiten het feit dat hij dat moet zeggen, het is een donderdagmiddag. Ajax is al lang kampioen, noem het maar allemaal. Onderschat de VVV misschien, denk je, hey, het wordt weer een walkover. Het kan allemaal. Weet je, zolang het 1-0 voor Ajax blijft, zolang we op 1 doelpunt verschil staan, kunnen wij nog altijd de onterechte, onverdiende, noem maar alle dingen op, erin proppen. Klopt. Hoeven we niet vanuit te gaan, Frans. Want hoe raar het ook klinkt, je kan... En mag deze verliezen en dan kun je nog steeds 15e worden. Absoluut. Nou ja, ik reken niet op resultaten in Amsterdam, want Ajax is best een aardig ploegje. Ja, maar laten we hopen. Laten we hopen, Lucas. En het gaat om die wedstrijd van zondag. Dat sowieso. En om de resultaten op de andere velden. Nou ja, we hebben het nog in eigen hand. Maar niet, dit is een heel klein handje. En wel een klein handje inderdaad. Lucas, ik heb er wel nog vertrouwen in. Het komt maar goed. Nou, weet je wat wij gaan maken in de arena? Ja, ik denk het ook. Maar dan die uitslag die jij altijd zegt. 1-3. Let maar op. Ik denk dat het 3-1 wordt. Maar dan gaat het niet om. Komt het uit. Het is spannend. Het is geweldig. We leven er allemaal naartoe. Niet alleen op het veld in Amsterdam. Maar op al die andere velden. Want het gaat om heel veel. VVV wel of niet nog een kans om in de Eredivisie te blijven. Dit was de TOS met Jos.